Hallo allemaal, fijn dat jullie er zijn. Dit is de 11e presentatie alweer die we doen. We zijn een eind op weg met al onze presentaties van de fotoreizen. Hartstikke leuk dat er elke keer zoveel mensen komen kijken. Ik wil voor vanavond even voorstellen wie er in de presentatie zit. Dat is Patrick Gijsbers. Hallo. En ikzelf. Je ziet onderin je scherm de knop Q&A. Daar kun je vragen stellen en dan zullen we proberen om tijdens de presentatie al zoveel mogelijk de vragen te beantwoorden. Een aantal vragen die voor iedereen wel interessant zijn, die zullen we aan het eind ook nog live gaan beantwoorden. Goed, dan start ik nou de presentatie op. Zoals ik al zei, wie doen deze presentatie? Dat zijn Patrick Gijsbers en Jolande Wals. Ik zal eerst mezelf voorstellen. Voor degenen die mij nog niet kennen, ik ben Jolande Wals. Ik ben samen met Henk Wals, eigenaar van fotografiereizen.nl. Fotografie is eigenlijk vanaf kinds af aan al mijn passie geweest. Toen ik heel klein was, stond ik al bij mijn vader in de donkere kamer. Mijn vader die was enthousiast hobbyfotograaf, deed ook aan allerlei fotowedstrijden mee, won ook vaak prijzen. En ja, hij heeft me eigenlijk warm gemaakt voor fotografie. Later als tiener werkte ik veel in fotozaken, vakantiebaantjes, weekendbaantjes. Ik heb de fotovakschool gevolgd en ben altijd beroepsmatig als fotograaf werkzaam geweest. Sinds een jaar of 15 draag ik mijn zeer uitgebreide kennis graag op anderen over, middels fotografiecursussen en fotoreizen. Patrick, wil jij jezelf voorstellen? Zeker, dat wil ik. Ik ben Patrick Gijsbers, ondertussen een jaartje of 15 alweer reisbegeleider, CQ ook fotograaf. Ik heb ongeveer 130 reizen begeleid in meer dan 30 landen. Ik hou heel erg van wildlife fotografie en natuurreizen. En ik zoek heel graag ook onbekendere plekjes op. Vandaar ook bijvoorbeeld deze reis Albanië, waar ik jullie zo meer over ga vertellen. Tussendoor geef ik dan ook nog af en toe wat workshops in fotografie. Dat is in het kort wat over mij. Goed, voor degenen die al meerdere presentaties hebben bijgewoond, die hebben dit al gehoord. Maar ik wil nog even voor nieuwe mensen heel in het kort vertellen wie Fotografiereizen is. En dan gaan we ook snel naar de presentatie van Albanië toe. Wij organiseren fotografiegroepsreizen over de hele wereld, speciaal voor hobbyfotografen. En dat is van beginnend hobbyfotograaf tot vergevorderde professionals en echt alles wat ertussenin zit. Je krijgt bij ons op je eigen niveau begeleiding. Dus of je nou echt te beginnen bent of je bent vergevorderd, maakt ons niet uit. We zijn lid van de branchevereniging, de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties. We zijn lid van het Reisgarantiefonds GGTO. Dat betekent dat je reissom gedekt is, mochten wij failliet gaan. Wat we uiteraard niet van plan zijn. We hebben een aansprakelijkheidsverzekering voor de reisbranche. We zijn lid van het calamiteitenfonds, dus gebeurt er iets aan een calamiteit onderweg, een vulkaan die uitbreekt, politieke onlusten, dan komt het calamiteitenfonds in actie. Dus met ons ga je eigenlijk altijd vertrouwd en veilig op reis. En dat vinden wij zelf heel erg belangrijk voor het organiseren van een fotoreis. Nou, je ziet hier ons team van reisbegeleiders, fotografen. We hebben 10 fotografen, inclusief mijzelf. En je ziet op de foto 11 mensen, als het goed is. Nummer 11, die staat links bovenaan. Dat is Henk Wals. Dat is degene waar je eigenlijk het meest contact mee hebt. Als je een mailtje stuurt of een reis boekt, dan krijg je mailtjes van hem terug. Hij regelt eigenlijk alles achter de schermen. De anderen zijn onze 10 fotografen. Echt een team waar we super trots op zijn. Echt topfotografen allemaal. Een aantal hebben echt landelijke bekendheid ook. Ze hebben allemaal een enorme kennis van fotografie, zijn heel gedreven. Ze willen echt hun kennis op jou overbrengen en echt zorgen dat jij uiteindelijk aan het eind van een fotoreis met prachtige foto's weer thuis komt. En daar zullen ze alles voor in het werk stellen. Ze proberen jou echt even een stapje verder te helpen in je fotografie. Ja, dan onze coronavoorwaarden. Ook wij weten uiteraard niet hoe het verder met de corona gaat. Dus
ja, wij kunnen op dit moment ook nog niet zeggen van ja, die en die reis gaat wel door en die reis gaat niet door. Dat betekent ja, dat het lastig is voor veel mensen om te boeken. Daarom hebben wij speciale coronavoorwaarden tijdelijk, die hebben we al een tijdje. Dat je geen aanbetaling hoeft te doen als je een reis boekt. Dus je bent bij ons nooit je geld kwijt. We snappen dat heel veel mensen hebben momenteel foutjes van allerlei reizen bij allerlei verschillende reisorganisaties. En ja, dan ben je toch wat huiverig om te boeken. Bij ons hoef je dus niets te betalen. Pas als de reis definitief doorgaat, dan vragen wij je om het geld over te maken. Gaat de reis niet door, dan vervalt dus ook je betalingsverplichting. Wat is dan het voordeel om wel nu te boeken? Dat is dat je gewoon een plekje hebt op jouw fotoreis. Want de verwachting is, als de grenzen weer meer opengaan, dat er een enorme run op de reizen komt. En we zien het al, dat we in het najaar al een aantal reizen gewoon volgeboekt hebben. Goed. Patrick, jij gaat vanaf hier verder als het goed is. Patrick behandelt het dagprogramma. Die vertelt wat over wat je elke dag doet. En aan het eind kom ik weer terug en dan vertel ik over zaken als, wat heb je voor paspoort nodig, geldzaken, kleding, dat soort dingen. Dus Patrick neemt het nou even van mij over. Oké, misschien dat Jolanda even kan bevestigen dat jullie het juiste scherm voor je hebben. Ja. Kijk, top. Ja, ik ga jullie meenemen deze avond richting Albanië. En het is een land waar heel veel mensen helaas niet direct naar hun denken om eens lekker op vakantie te gaan of om een fotoreis te gaan doen. En eerlijk gezegd vind ik dat persoonlijk heel, heel erg jammer. Ik was een paar jaar geleden zelf ook voor het eerst in Albanië en ik werd zeer aangenaam verrast van alles wat dat land te bieden heeft. Het heeft echt een enorm rijke cultuur. Het heeft ook een hele interessante, zelfs een roemruchte, ruchtige geschiedenis. De natuur, zoals je op deze foto kan zien, is echt ook fenomenaal. Steden zijn erg sfeervol. Steden zijn ook hele mooie steegjes, zijn hele mooie straatjes, mooie kerken. Er zijn kloosters, ruïnes, dus echt een fantastisch plek als je houdt van historische plekken. En ook qua eten, er is altijd van alles en nog wat te vinden voor ook zelfs heel weinig geld. Het is een goedkoop land om in principe even een keer lekker uit eten te gaan. Met allerlei bijzondere, speciale en lokale gerechten. Kijken of je naar de volgende dia wil. Kijken. Ja, daar komt ie. Albanië. Wat ze altijd zeggen van het is een onbekend land. Het is ook onbemind. Het is voor een fotografiereis ook zeer afwisselend. Want we nemen je mee naar steden. We nemen je mee de natuur in. Je komt aan de kust. Je komt in de bergen. Onderweg kom je ook van allerlei dingetjes tegen. Zoals waarschijnlijk iedereen weet, het was vroeger ook een communistisch land vanuit die periode. Zie je ook gebouwen, soms ook wat bouwvallen staan, wat soms ook de mogelijkheid biedt zelfs om eventueel urbex-fotografie te doen, mits het veilig is natuurlijk. Tijdens de reis maken wij in principe gewoon gebruik van minibusjes, afhankelijk van de grootte van de groep. 1 of 2 busjes. In principe is 1 groep 5 tot 7 deelnemers. En we reizen dan bij voorkeur altijd met 2 groepen van 5 tot 7 deelnemers, die elk een eigen fotograaf als begeleiding bij hebben. Dat heeft natuurlijk ook als voordeel, je bent altijd, of er is altijd een fotograaf in de buurt, waar je dus ook je vragen aan kunt stellen. Kijken, ja, en dan gaan we beginnen echt met het dagprogramma zelf. Op dag 1 vlieg je richting Tirana. Tirana, de hoofdstad van het land van Albanië. En daar vertrekken we dan vanuit de busjes van het vliegveld naar de stad zelf. Je komt daar ergens uit mijn hoofd eind van de middag aan in Tirana. Dus dan heb je de avond nog om eventueel het een en ander te gaan fotograferen. Ja, avondfotografie in de stad. En
Met aanvang van de reis ontvang je overigens van ons ook een uitgebreide beschrijving van de fotoreis met allerlei tips. En wat we ook heel belangrijk vinden is, het is een fotoreis, hè, dus je moet je kunnen concentreren op fotografie. En de rest regelen wij voor jullie. Dus je wordt eigenlijk compleet ontzorgd. En op de foto zie je een van de plekken die we ook bezoeken in Tirana zelf. In Tirana, daar zie je dus echt veel van de communistische periode terug. En een daarvan is de piramide van Tirana, zoals je op de foto ziet. Is een tijd een museum geweest, momenteel is het dicht. Maar het is en blijft nog steeds een fotogenieke plek. Dan in de ochtend op dag 2, dan gaan we een stadstour doen door Tirana. En dan passeren we onder andere de Tennis Bridge. En je ziet uiteraard ook het monument van moeder Teresa, net zoals hier op de afbeelding. En deze dame is geboren in Albanië en is zeker in Albanië zelf echt een heilig verklaarde vrouw. Het beeld staat overigens voor het ziekenhuis waar zij ook verschillende dingen heeft gedaan voor heel veel arme mensen in het land. Een van de hele bijzondere plekken die we ook op de dagtour bezoeken is de Bunkaard 2. En dat is wat je hier op de foto ziet. En de Bunkaard 2 is een schuilkelder, zoals je moet zien, uit de periode van de Koude Oorlog. Verspreid over het land heb je heel veel van dit soort plekken, vaak onder de grond, als bunkers. En dit is eigenlijk een heel belangrijke plek om ook een beetje de sfeer te voelen, te proeven. Hè, hoe was Albanië vroeger? En ook om te weten van, oké, wat heeft ze allemaal afgespeeld? Vinden we ook heel belangrijk om ook wat van de historie van het land mee te geven. Om heel simpele reden ook, dat zodra je dus meer weet van die historie, weet je dus ook meer van waar je de foto van maakt en krijgt je foto ook echt een verhaal. Zie je nog een voorbeeld van wat je ziet in de bunkaard, in die schuilkelder, zeg maar. Wat je hier dus ziet, dat zijn dus echt de artifacts, de objecten die destijds ook gebruikt worden. Bijvoorbeeld zie je bijvoorbeeld echt zo'n hele oude typemachine nog staan. De oude archieven in de kast. Heel sfeervol mooie foto's geven nog op de achtergrond aan de muur. Dus het is een heel bijzondere plek om lekker met de camera aan de slag te gaan. En juist het verleden van Albanië ook vast te leggen. Dus niet alleen dat, we hebben tegenwoordig ook moderne kunst. En dit is een kunstvoorwerp wat voor het Nationaal Kunstmuseum staat. En hier kun je ook hele mooie plekken, mooie foto's maken. Ik had die dag helaas wat pech dat de zon er niet mooi op stond. Want dan had het nog meer het effect met de zonlicht op het glas weergegeven. Was de foto nog wat intensiever geweest. Maar ja, goed, dat ging op die dag helemaal niet. Verder brengt de route in Tirana ons die dag langs onder andere amfitheater. Zou je denken, nou, dat werd gebruikt voor theaters en dat soort dingen. Maar in de periode dat Tirana echt het communistisch land nog was, werd eigenlijk hier verteld aan de inwoners van de stad van hoe fantastisch hun systeem was en hoe fantastisch hun land was. Op hun manier. En dat het Westen eigenlijk niet zo goed was. Dus ook een bijzondere en historische plek. Het volgende gebouw, dat is de universiteit, sorry, van de technologie in Tirana. Vroeger was het een communistisch kantoor. Tegenwoordig is het een universiteit. En dat is ook een van de plekken dus waar we zeker langs gaan. Verder plekken die we bijvoorbeeld bezoeken is het Centrale Plein en ook de moskee waar we langskomen in Tirana. Dan, na deze stadstour, stappen we in de bus, onze busjes, en dan rijden we door richting Berat. En Berat, ook Berati genoemd, in Albanië spreekt men twee verschillende talen die wel veel van elkaar weg hebben. Dus de ene taal is Berat, de andere is het Berati. Zoals je ziet, het is een
compleet andere sfeer, compleet andere stad dan Tirana. En de reden daarvan is, het is ook een oude stad die al in de 12e, 13e eeuw bestond. Met Byzantijnse cultuur, in dit geval de kerk die je ziet, is St. Michael's Church, de Sint-Michielskerk uit de 14e eeuw. Is een van de vele culturele monumenten die Albanië rijk is. Deze staat aan de heuvelrand, waar ook het kasteel opgebouwd is. En in dit geval de ruïnes van het kasteel nog staan. En vanaf daar heb je een fantastisch uitzicht over onder andere het historisch centrum van de stad, wat ook op de UNESCO werelderfgoedlijst staat. Je ziet heel mooi de vallei, dus eventueel zou je daar ook fantastisch panoramafoto's eventueel kunnen gaan maken. Hier zie je overigens de rivier lopen, de Ischul-rivier, die de historische stad in tweeën deelt. Dus wat je hieronder eigenlijk op de foto ziet, is het een van de oude stadsdelen, waar we uiteraard ook door de steegjes gaan lopen, wat hele mooie foto's gaat opleveren. Maar deze plek is dus echt ook perfect voor panoramafoto's en gewoon overzichtfoto's. Dan, volgende foto, ja, komt die. Deze foto's zie je een wat moderner deel aan de linkerfoto. Dit is ook een plek waar de restaurantjes bijvoorbeeld zitten, een terrasje. We hebben ook de mogelijkheid natuurlijk om af en toe eens even een kopje koffie te drinken of iets anders lekkers uit Albanië te eten. Om heel even bij te komen voordat we weer verder gaan met de camera. En op de rechterfoto zie je een van de smalle steegjes. Zo zijn die straatjes, er loopt Ankerioten allemaal door elkaar heen. En het is gewoon echt heel leuk om door dit soort steegjes gewoon te lopen en te fotograferen. Berat is dus ook heel erg geschikt voor allerlei detailfotografie. Soms kom je een zwerfkat tegen die heel leuk gaat zitten, net als deze ging poseren voor je bijvoorbeeld. Je ziet overal torentjes, schoorsteentjes, bijzondere dakpannen. Allemaal leuke dingetjes om op foto te zetten. En deze foto zie je waarom dat Berat bijvoorbeeld ook wel als de stad genoemd wordt van de 1000 vensters. De stad is gebouwd tegen de heuvels omhoog, het oude stadsdeel. En daar zie je allemaal lagen van woningen, van huizen, sommige al eeuwen oud. Met allemaal ramen en vensters. En zeker op het moment dat de avond valt en de lichtjes gaan aan, geeft dat ook zeker hele, hele mooie foto's. Dus ook in de avond gaan we zeker op pad om te gaan fotograferen. Dan gaan we op pad voor avondfotografie. Wat wij overigens ook altijd doen met onze fotoreizen is het maken van een WhatsApp-groep. En die WhatsApp-groep die gebruiken we bijvoorbeeld voor op tijden te communiceren van oké, we gaan zo laat weer op pad voor de zonsopkomst of zonsondergang. Zo laat is het ontbijt, diner en zo laat vertrekken we. Je kan ook makkelijk op deze manier foto's met elkaar delen als je een foto hebt gemaakt van iemand in de groep. En overigens, mocht het zo zijn dat je niet wilt opgenomen worden in de WhatsApp-groep, kan ook eens geen enkel probleem. Dan zorgen we dat je op een andere manier de informatie krijgt en ik geef van tevoren eventjes aan van, joh, ik wil liever niet in de WhatsApp groep, geen probleem. Dan in de middag op dag 3, als we in de ochtend nog Berat bezocht hebben, gaan we door richting Girokaster. En Girokaster is een plaatsje dat ligt ongeveer 30 kilometer vanaf de grens met Griekenland. En is net zoals Berat ook een hele mooie historische stad. Deze stad is iets meer in de Osmaanse architectuur, Osmaanse stijl. En het is ook zeker een hele mooie fotogenieke stad waar we de middag op pad gaan. En een van de plekken waar we ook hier naartoe gaan is naar het kasteel. Wat ook weer hoger gelegen is. Kastelen in Albanië, ze liggen vaak wat hoger gelegen op heuvels. Omdat ze dan uitzicht hadden over de valleien, zodat ze gebied konden afspeuren voor onder andere vijanden en dat soort dingen. Maar in dit geval geeft het ook een fantastisch uitzicht over de historische stad. Overigens ook de historische stad van Girokaster staat op de UNESCO werelderfgoedlijst.
werelderfgoedlijst. En 500 van die huizen zijn ook cultureel monument van Albanië zelf. Een deel van de kasteel van Gjirokaster is helaas alleen nog maar ruïne. Maar het blijft nog steeds een mooie fotogenieke plek met bijvoorbeeld de klokkentoren. En ook de catacombes kan je in. En in de catacombes zit ook onder andere een museum gevestigd. En in het museum staan allerlei wapens die geconfiskeerd zijn van de Duitsers. Onder andere zie je kanonnen, tanks. Nou, zoals hier staan ze mooi op een rijtje in de catacombe. En ook bezoek hieraan is onze reis inbegrepen. Dus de entree voor het kasteel is inclusief in de reis. Ook zie je op verschillende plekken hele mooie doorkijkers. Vanaf al die doorkijkers kijk je mooi de stad in. En eventueel, mocht je willen, geeft dit ook goed de mogelijkheid om aan de slag te gaan met bijvoorbeeld HDR-fotografie, High Dynamic Range. En dat betekent dat je met meerdere foto's werkt, met meerdere contrasten, zodat je alle details, ook van donkere delen, eventueel beter kan zien. En wij geven je dus ook uitleg van hoe je dat nou doet. En hier heb je nog op de linkerfoto een mooi uitzicht op een deel van de ruïnes van het kasteel en de klokkentoren, met erachter de vallei. En wat je ook vaak ziet in de straten van Gjirokaster is de mensen die eigenlijk heel relaxed door de straten lopen. Ze kennen elkaar allemaal, ze groeten elkaar, zijn gezellig te kletsen. Iemand gaat even lekker een krantje halen. Dus dat levert ook heel veel momenten op die je kunt gebruiken om straatfotografie te doen in Gjirokaster. Op dag 4 in de ochtend, dan bezoeken we nog de Cold War of de Koude Oorlog tunnels van Gjirokaster. En dat is op zich een heel bijzondere plek ook. Het zijn tunnels die lopen echt de berg in. Eigenlijk onder het kasteel zijn ze gevestigd. En daar hebben ze ook nog verschillende objecten binnen staan. En we krijgen daar ook een lokale gids mee die in het Engels vertelt van oké, wat is er nou in het verleden allemaal gebeurd? Waarom zijn deze bunkers er? En het heeft ook een bepaalde sfeer die je op bepaalde plekken heel mooi op de foto kunt leggen. Dus een beetje tussen haakjes slecht verlichte tunnels, roestige dingen. En dat zorgt juist voor heel sfeervolle foto's. Vanuit daar rijden we door, op korte afstand rijden, naar de Blue Eye. Dan laten we even de cultuur achter ons en bezoeken een plekje met natuur. En dit is een waterbron die hier ontstaat en heeft een hele mooie, zeker als de zon er goed op staat, turquoise blauwe kleur. Het is echt een fantastische plek om eventueel, mocht je dat willen, ook met filters aan de slag te gaan. Mocht je zelf geen filters hebben, onze fotografen nemen ook altijd een hele rits aan verschillende filters mee die je allemaal mag lenen van ons. Dus moet je denken aan bijvoorbeeld polarisatiefilters om reflectie weg te halen op water. En ND-filters, grijsverloopfilters. We leggen ook uit, mocht je er nooit met filters gewerkt hebben, waarvoor je deze filters allemaal kunt gebruiken. En je kunt er daarna zelf mee aan de slag. Wat we dan ook adviseren altijd is om een statief mee te nemen als je die hebt. Mocht je die overigens niet hebben, geen probleem. Geef het voorafgaande aan de reis aan. We kunnen ook een statief gewoon via ons lenen. Geen enkel probleem. Daarnaast, bij de Blue Eye, er zitten ook allerlei vogeltjes voor de mensen die houden van natuur. Of bijvoorbeeld insecten zoals deze mooie blauwe waterjuffer. Dus ook dat soort fotografie kan je daar lekker mee aan de slag. Overigens zit er ook een restaurantje bij die plek, waar we eventueel wat kunnen lunchen en even wat kunnen drinken. Voordat we doorrijden naar de volgende plek die op het programma staat die dag. En daar gaan we de rest van de middag naartoe. En dat is Butrint. En Butrint is de grootste archeologische plek van Albanië. Ligt op ongeveer, uit mijn hoofd, 6-7 kilometer vanaf de grens met Griekenland. En het bijzondere daarvan is, het is in handen geweest van niet alleen de Grieken. Is ook in handen geweest van de Venetiërs.
Dus je ziet in Butrint verschillende culturen terug. Een daarvan is het amfitheater. Je ziet bogen, Byzantijnse gebouwen in dit geval. Het is een heerlijke plek om rustig rond te lopen, om te fotograferen. En het mooie daarvan is, in het geval Albanië is een land wat, zoals ik al eerder aangaf, eigenlijk niet echt bekend is bij heel veel mensen. Dus je hebt hier nog steeds niet het massatoerisme. Dus over het algemeen is het op heel veel plekken relatief rustig. Wat je dus uiteraard de tijd geeft om lekker rustig te fotograferen. En zoals je ook ziet, ik heb op al deze foto's ook eigenlijk nergens mensen opstaan. Dit is er overigens een wat jongere ruïne. Dit is de ruïne van een kerk die daar gestaan heeft. En helaas met aardbevingen en brand vernietigd. Gelukkig zijn welgestanden daar gebleven om ze lekker op de foto te kunnen zetten. Er zijn allemaal muurtjes, doorgangetjes, overal leuke plekjes om te fotograferen. Hier heb je mooi doorkijken naar een deel van de oude muur van Butrint. En wat ook heel bijzonder is, is dat er zitten heel veel vogels, amfibieën, kikkers. Heel veel plekken heb je nog plassen water staan en dergelijke. En dan maakt het ook leuk om op dit soort beestjes natuurlijk ook op te letten en ze op de foto te zetten. Dus voor ieder soort wild. En vanaf bepaalde plekken heb je ook uitzichten op de omgeving. Zoals deze rivier met een verderop gelegen dorpje Butrint. En op een van de forten die aan de overkant staat van zeg maar de baai. Butrint ligt overigens ongeveer tegen de kust aan. Als we daar te plekken zijn, dan vertellen we uiteraard ook dingen over historie van bijvoorbeeld Butrint. Want we vinden, als ik al eerder aangaf, ook heel belangrijk dat je informatie meekrijgt over de plek waar je bent. Want het maakt ook je foto compleet. Dus het zorgt ervoor dat je niet alleen thuis komt met de wauwfoto's, maar ook met het compleet verhaal. Zodat je ook met een wauwgevoel uiteindelijk dit thuis komt. In Butrint heb je dus de mogelijkheid om ook zelf eventueel, mocht je dat willen, nog wat rond te lopen. Om bepaalde plekken te fotograferen. Het is een uitgebreid gebied. Ik heb uit mijn hoofd iets van 86 vierkante kilometer. Allerlei ruïnes, allerlei mooie situaties, mooie plekken waar je lekker met fotografie dus aan de slag kunt. Dan als we dit bezocht hebben, dan rijden we naar ons hotel. Die is om en nabij de 6-7 kilometer hier vandaan. En ons hotel ligt direct aan het strand. Dus mocht je willen zwemmen, neem ook even je zwembroek mee. Want je kunt eventueel in de avond, voordat we de zonsondergang gaan fotograferen, nog even lekker eventueel zwemmen. Of de volgende ochtend nog snel eventjes voordat we vertrekken. Op dag 5, dan gaan we richting het noorden van Albanië. Overigens, de meeste reisdagen in Albanië, die zijn niet heel erg lang. Om een idee te geven, Albanië, zo even uit mijn hoofd, ongeveer de helft qua oppervlakte van Nederland. Niet overal zijn de wegen overigens even goed. Dag 5 hebben we effectief de langste reisdag van ongeveer 5 uur. Uiteraard gaan we op verschillende plekken stoppen en je komt langs hele mooie kusten. Een daarvan is de kuststreek van Chipre. En Chipre heeft ook een mooi strandje. Maar we zeker even gaan stoppen om te fotograferen. Het is gelegen aan de Adriatische Zee, zoals ze dat noemen. Er zijn prachtige kliffen. En je kan eventueel ook hier, mocht je dat willen, ik wil het hier op dat moment niet, eventueel aan de slag met filters. En het pad wat naar dit strand toe loopt, daaraan zijn ook verschillende bunkers gelegen. En die bunkers die werden gebruikt ook eigenlijk vanaf de Tweede Wereldoorlog al om het gebied te beschermen. En ze zijn ook in de Koude Oorlog altijd wel bemand geweest. In het geval dat de Amerikanen tussen haakjes hun land zouden aanvallen. Uiteindelijk, zo halfweg de middag, komen we aan in het plaatsje Durres. En Durres is een stad
die wel enkele bijzondere dingen heeft. En een daarvan is een van de grootste amfitheatersruïnes van ongeveer 2000 jaar oud. Ook deze staat weer op de lijst van UNESCO, van de Werelderfgoedlijst. Ik zei hem in één keer goed. Ook heb je daar een mooie stadsmuur. Dat ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Dus daar gaan we zeker ook naartoe om te fotograferen. Ik zeg al, het is een mooie plek om aan de slag te gaan met foto's. De foto's waren net even dubbel, zag ik. En hier kun je dus ook weer prima aan de slag met straatfotografie. Hier heb je echt fantastische street art, zoals je hier op de linkerfoto ziet. Drie geschilderde kinderen en een jonge dame met de telefoon die daar perfect bij past. Ook hier verleden, de roest, zoals je verschillende plekken ziet aan kettingen, bijvoorbeeld op de boulevard. Waar mensen overdag lekker op pad gaan met de fiets of al lopend met de fantastische kleurrijke kermis. Op het moment dat ik er was, was die nog gesloten, maar dat geeft ook juist een bepaalde sfeer in de foto. Die aan de ene kant kleurrijk en vrolijk maakt, en aan de andere kant vind ik persoonlijk dan het ook een soort van triest maakt. En ook hier overnachten we met een hotel heel dicht bij de kust. Dus ook hier deze avond kunnen we eventueel de zonsondergang fotograferen. En mocht je willen, kan je eventueel ook even zwemmen. Hou er wel rekening mee. In de periode dat we zijn, in mei, kan het nog relatief fris zijn, het water. Maar nooit zo koud als onze eigen Noordzee. Dan de volgende dag, op dag 6, vervolgen we onze route naar, zoals ze dat noemen, de Albanische Alpen. Naar Theth. En Theth is een plaatsje wat gelegen is in het gelijknamige Nationale Park van Theth. De route daar naartoe is prachtig. Hier en daar heb je echt fantastische uitzichtpunten, waar we dan uiteraard nog gaan stoppen. Niet overal is de weg even goed. Momenteel heb ik begrepen dat er gewerkt wordt aan de weg, maar ik weet nog niet of de nieuwe weg al klaar is. Dus het kan zijn dat we hier gebruik maken een stuk van 4x4's, van jeeps. Maar als we dan uiteindelijk aankomen op dag 6 in Theth, dan heb je ook dus een werkelijk fantastische omgeving. En voor je gevoel is het echt of je 100 jaar teruggaat in de tijd. Hier heb je dus nog heel veel kleine boerderijtjes waar mensen met hun schapen rondlopen om ze te laten grazen. Het is een hele bijzondere plek. Zo bijzonder dat we ervoor gekozen hebben om hier 3 overnachtingen te houden. Zodat we ruim voldoende tijd hebben om deze plek ook op de foto te zetten. Ik zeg al, het is gelegen midden in de Albanese Alpen. Het gebied ligt ook in een vallei, de Shala-vallei genoemd. En het is echt ingesloten door bergen die op bepaalde plekken gewoon 2 kilometer hoog zijn. Hemelsbreed ligt het ongeveer 10 kilometer ook vanaf de grens met Montenegro. Overigens, de vallei zelf, het is gewoon een fantastische, fotogenieke plek. We gaan hier twee hele dagen dus blijven. En in die twee hele dagen dat we zijn, gaan we uiteraard ook lekker aan de wandelen in de omgeving. Om al dat moois echt op de foto te zetten. Een ander dingetje in deze plek, als het helder is, is het ook een fantastische plek om de sterrenhemel te fotograferen. Dus er is heel weinig lichtvervuiling. We kunnen dan ook naar een plek op zoek om juist de bergen met de sterren erboven mooi te fotograferen. En ook uiteraard geven we hier tijdens de reis uitgebreid uitleg over hoe doe je dat. En ook hier, het is gewoon een fantastische plek waar je dus aan de slag kunt met allerlei detailfotografies. Dit is in de wachttoren die in Theth staat. Daar gaan we ook in. Er zit ook bij de entreeprijs in. En dan kun je elke keer met een paar mensen tegelijk naar boven. Ook hier heb je dus de mogelijkheid om hele, hele mooie detailfoto's te maken.
Overigens, mocht het nou zo zijn hè, dat tijdens de reis onverhoopt je camera stuk gaat of iets dergelijks. We hebben ook altijd een extra camera bij onze reservecamera. Dus mocht nou onverhoopt je camera stuk gaan, dan kan je hem ook altijd lenen. Want we vinden het heel belangrijk dat je tijdens een fotoreis ook gewoon foto's kunt maken. En wat we overigens ook heel vaak doen, zijn fotobesprekingen. Om de paar avonden houden we een fotobespreking. En die fotobespreking is juist niet bedoeld om elkaars foto's te gaan afkraken, maar juist echt om van elkaar te leren en ideeën op te doen. Maar ook bijvoorbeeld, hè, zit je ergens mee van, ik wou zo'n foto maken, het lukte me niet. Hoe kan ik dat volgende keer oplossen? Stel ons dat soort vragen dan ook hè, tijdens de fotobespreking, zodat wij vertellen van, oké, let volgende keer daar en daarop, en dan lukt het ongetwijfeld wel. Dus het is echt om te leren van elkaar, ideeën op te doen en om tips te krijgen. Dus vandaar dat we het ook met al onze reizen en ook onze weekenden gewoon regelmatig doen. Het is een heel bijzonder gebied met allerlei dieren. Ik zei al, het is een nationaal park. Dieren die je kunt vinden in het Nationale Park van Tet zijn onder andere de lynx, de grijze wolf, de bruine beer, gemsbok. Kans om deze dieren te zien in het Nationale Park zijn overigens niet heel erg groot. Kleinere diersoorten zoals allerlei soorten vogels in dit gebied komen. Even uit mijn hoofd 160 soorten alleen al voor op dit kleine stukje. Bijvoorbeeld ook verschillende soorten reptielen zoals de blauwkeelkielhagedis, goed zeggen. Zoals op deze foto. Die zijn een stuk makkelijker te vinden, dus ook een stuk makkelijker om te fotograferen. Hou je van vogelfotografie, neem dan ook zeker wel de telelens mee als je die eentje hebt. Welke lens je voor deze reis nodig hebt, daar kom ik overigens zo ook nog op terug. Ook hier, het is weer een prachtig plaatje. Door de vallei loopt een mooie rivier. Dus tijdens onze wandeling passeren we ook verschillende plekken. De rivier, het is ook een mooie plek. Mocht de situatie toelaten om de zonsondergang mooi op de foto te zetten. Het moment dat ik er was, had ik helaas niet de zonsondergang. Maar goed, dat is gewoon pech. Wat we ook zeker bezoeken is het bijzondere kerkje. Dit is een van de symbolen van Tet. Als je zoekt naar foto's van Tet, de helft van de foto's die je vindt, staat dit oude kerkje op. Je komt op verschillende plekken. De schaapskudde stegen. Die zorgen ook voor het plaatselijk onderhoud van de begraafplaats. De herders lopen daar echt rond door het gebied. Het is dus ook nodig om altijd een herder bij de schapen te hebben. Want zoals ik net al zei, hè, er leven in het gebied bijvoorbeeld ook wolven. Dus om te voorkomen dat de wolven de schapen grijpen, is er ook altijd een herder bij in de buurt. Hier een van de lokale inwoners van Tet, die samen met zijn zoontje even een stukje gaat wandelen met een van zijn koeien. En wandelen doen we uiteraard, zoals ik eerder al zei, zelf ook. Prachtige route langs de vallei. En een van de plekken waar we dan ook langskomen is de Grunaskloof. Het is geen hele grote kloof, maar het is wel een kleine en hele mooie kloof om te fotograferen. Deze kloof, die rivier, die wordt gevuld door verschillende watervallen. En uiteraard bezoeken we ook de watervallen in Tet. En hier kan je dan ook weer, mocht je dat willen, aan de slag met eventueel filters. En neem zeker ook dan weer je statief mee. Daar heb je nog een voorbeeld van een waterval. Ook weer verschillende mooie doorkijkjes over de velden. Het is echt een boerengemeenschap. Landbouw en vee is wat ze hebben, schapen. Dus dat kun je ook op een prachtige wijze vastleggen. En zodra je ook maar iets buiten het dorp Tet komt, dan zit je meteen in de hele ruige, rauwe natuur. Wat ook zeker Tet heel, heel erg bijzonder maakt. Dan in de ochtend, dan hopelijk nog een keer laatste zonsopgang. Dan gaan we vervolgens
weer dezelfde route terug. En dan gaan we richting het plaatsje wat heet Schöder. En Schöder is een wat meer modernere stad. Maar voordat we daar aankomen, dan bezoeken we nog deze brug. De brug is genaamd de Messiebrug. De Messie is een brug uit de tweede helft van de 18e eeuw. Ook hier, als er water staat, moet ik bijzeggen, er staat niet altijd water. Kun je aan de slag met filterfotografie, de juiste plek zoeken voor een mooie plaatje. En vanuit hier, dan rijden we door richting het kasteel. En het kasteel is genaamd Rozafa, ook een ruïne. Gelegen op een 130 meter hoge heuvel, waarvan je in de verte de stad Schöder ziet liggen. Maar het is zeker weer een bezoek waard. Het is een fotogenieke plek. Binnen de muren van het kasteel zijn onder andere de restanten dus van het kasteel, de citadel en de moskee te vinden. En je hebt ook hier dus de mogelijkheid weer om het maken van prachtige panoramafoto's. Maar zoals ik al zei, Schöder zelf is echt een meer modernere stad. Het is een stad met een paar straten met hele sfeervolle plekken, met terrasjes, met allerlei restaurants. De stad zelf overigens dateert al terug tot de 4e eeuw voor onze jaartelling. Met uitzondering van de kasteel, van heel veel oudheden helaas niet zo heel veel dingen meer te vinden. Dus ook een plek waar we één nacht gaan verblijven en dan de volgende dag. Dan gaan we met de bus vroeg op pad om naar deze plek te gaan. En deze plek is het Komanmeer. En het is een stuwmeer, zoals je misschien ook een beetje kan zien aan de randen van de oevers. Het is een stuwmeer, maar het is wel een ontzettend mooi meer. En het is gelegen in een deel van de Drinrivier. En de Drinrivier is een langgerekte rivier. En hier gaan we dus overheen met een boot. We gaan met onze busjes op een soort van ferry. En de wanden van het meer zijn behoorlijk hoog. En soms krijg je een beetje het idee alsof je in de Noorse fjorden vaart. Die boottocht die duurt om en nabij de 2,5 uur. Dan ga je naar richting Virsa. Als je vroeg in de ochtend bent, als we er langs rijden, dan zie je nog de nevel. En hoe later dat je dan op de dag komt, hoe meer de zon erop komt, is hoe meer dat de kleur eigenlijk verandert in een soort van turquoise blauw. Afhankelijk een beetje van de plek waar je bent. Soms is de rivier wat breder, soms het meer wat breder. En soms is het meer echt maar een paar honderd meter breed. Terwijl die boottocht duurt ongeveer 2,5 uur. Dan komen we aan in Virsa. Dan gaan we met onze busjes weer van boord. En je hoeft natuurlijk niet in de busjes te blijven. Je kan gewoon rondlopen op de ferry zelf. En als we dan van de ferry afgaan, dan is het nog een stukje rijden richting Kruje. En Kruje is een plaatsje wat bekend staat met name om het kasteel van Kruje zelf en om het museum. En dit is het museum van Skanderbeu, zoals ze het noemen. Of zoals wij zeggen, Skanderbeg. En Skanderbeg was de nationale held van Albanië. En hij heeft echt het land bevrijd van de Ottomanen. Het kasteel wat je hier ziet is eigenlijk het museum. Is een nieuwbouw, gebouwd in de stijl van hoe het kasteel ooit ongeveer geweest zou moeten zijn, met ervoor ook nog ruïnes van het kasteel. Ook de entree van het museum en de ruïnes zijn inclusief in de reissom. En hier dit is een afbeelding van Skanderbeg. Dus hij was een Albanese edelman, militair uit de 15e eeuw. En hij trok dus te strijden tegen de Ottomanen. Het museum is dus een van de belangrijkste musea van het land. Wat ook heel mooi en fotogeniek sfeervol is, is de bazaar. Net buiten de poort van Kruje gelegen, van het Kruje kasteel gelegen. Ja, dat is een hele mooie plek om rond te struinen. En ook zeker om eventueel mooie souvenirs te kopen. Ook antieke souvenirs vind je overigens hier. Net zoals op de vorige foto's zag je muziekinstrumenten, dat soort dingen.
Houten schaal van, hoe heet het? Olijf. Tapijten, van alles en nog wat. Maar boven alles, ja, ik vind het een hele mooie en fotogenieke plek. En dus in de ochtend heb je ook nog de mogelijkheid om de laatste foto's te schieten in Kruijen. En dan uiteindelijk gaan we terug richting de luchthaven. Is op een kleine 3 kwartier gelegen vanaf Kruijen. En vanaf daar op dag 11 vliegen we helaas alweer terug naar Amsterdam. Koffer vol met vuile was, souvenirs. En alle geheugenkaartjes vol met, ik hoop, hele mooie foto's van een echt prachtig historisch Albanië. Prachtige natuur van Albanië en ja, een heel, heel bijzonder land. Dan denk ik dat het mijn tijd is om de presentatie terug te geven aan Jolanda. Ga ik kijken of er eventueel vragen openstaan. Jolanda, je staat nog op mute. Zo kunnen jullie mij horen. Bedankt Patrick. Ik denk dat iedereen nou een aardig goed beeld heeft gekregen van Albanië. Albanië is toch eigenlijk voor ons Nederlanders en Belgen toch een vrij onbekend land. En ik hoop dat we jullie in ieder geval een kijkje hebben gegund even in een land wat echt prachtig is om te fotograferen. Landschappen, cultuur, natuur, oude ruïnes, nou van alles en nog wat eigenlijk. Een zeer gevarieerde reis. Wat is inbegrepen bij de reissom? De economy class vlucht van Amsterdam naar Tirana. En uiteraard brengen we je ook weer terug naar Amsterdam. Logies en ontbijt in diverse hotels. In principe is de basisreissom op basis van een 2-3 persoonskamer. Een 1 persoonskamer is met een toeslag. We gaan per minibus. We zorgen net als meerdere van onze fotoreizen voor koffie en thee overdag onderweg. De begeleiding is door een Nederlandstalige professionele fotograaf. En wat Patrick ook al zei, we bespreken de gemaakte foto's. Ook krijg je achteraf overigens een naslagwerk mee naar huis. Waar alle tips die je gekregen hebt ook nog in staan, dat je thuis ook nog een keer na kan lezen. Nou, wat is nog meer inbegrepen? Eigenlijk een hele lijst. De entree van Bunkar 2 in Tirana, entree van het kasteel in Girokaster, entree van de Cold War Tunnel, entree van de Blue Eye, entree van Butrint, het amfitheater van Durres, het Teti Tower, Rozava kasteel in Skoder, museum in Kruge en die hele mooie boottocht op het Comanmeer wat je hebt gezien. We hebben 2 data. We hebben voor 2021 in mei staan. En voor 2022 eigenlijk dezelfde periode. Ook 11 tot en met 21 mei. Heel mooi in het voorjaar. Alles mooi groen. Ja, wat voor fotoapparatuur? Daar had Patrick het al over. Eigenlijk is het dus een reis waar je heel veel verschillende dingen doet. Je hebt een groothoek standaard lens nodig voor je landschapsfotografie. Maar je komt ook hele mooie oude gebouwen tegen, oude ruïnes die misschien heel mooi zijn voor detailfotografie. Macrolens zou dan misschien wel handig zijn. Een telezoomlens of een zoomlens kom je in Ted mooie vogeltjes of andere diertjes tegen of op andere plekken. Dus eigenlijk kan je heel veel verschillende lenzen gebruiken tijdens deze reis. Uiteraard is in dat geval ook een zoomlens misschien handig. Indien je hebt filters, heb je geen filters, is het geen probleem. Onze meereizend fotograaf heeft altijd leenfilters bij zich. Dat is dus geen punt. Een statief is wel zeer aan te raden. Ook deze kan je eventueel van ons lenen, alleen geef het dan wel even voor de reis aan, want dan moeten we even een statief voor je meenemen. Nou, verder een infrarood of draadontspanner. Voldoende snelle geheugenkaartjes. Een extra accu zeggen we altijd bij al onze reizen. Want het is een beetje jammer als je halverwege de dag niet verder kunt fotograferen. Omdat je accu leeg is. En een schoonmaaksetje voor je camera en je lenzen is eigenlijk ook nooit weg. Ja, wat heb je verder nodig? Een paspoort of een Nederlandse of Belgische identiteitskaart. Het document moet nog minstens 3 maanden geldig zijn bij aankomst in Albanië.
Voor Albanen heb je geen visum nodig als je niet langer dan 90 dagen daar verblijft. Nou, dat is niet onze bedoeling. Dus een visum is niet nodig. Je hebt geen tijdsverschil met Nederland of België. Het voltage is hetzelfde. De stopcontacten zijn ook hetzelfde. De ruimbagage is maximaal 20 kilo. Handbagage maximaal 8 kilo. Bereizen in busjes, dus de bagageruimte is beperkt. Daarom vragen we jou om een flexibele tas mee te nemen, een flexibele reistas en niet een hardschalen koffer, want die zijn heel lastig met het stapelen en het pakken. Ook verzoeken we om niet al te veel mee te nemen. Nou, zorg vooral voor laagjeskleding. Het klimaat kan in het voorjaar erg variëren. Zeker in de avonden en in het gebergte van Tet kan het flink afkoelen. Dus ook graag warme kleding mee. Een lekkere vest of een trui is wel fijn. Vergeet ook niet om regenkleding mee te nemen. En stevige wandelschoenen worden vooral ook aanbevolen. In het zuiden van Albanië verblijf je nacht aan de kust. En in het voorjaar kan het nog fris zijn. Dus, maar wil je de zee in? Het kan. Het water is dan nog wel koud natuurlijk, want het is nog niet opgewarmd. Maar met andere woorden, zwemkleding is natuurlijk dan aanbevolen. Albanië heeft twee verschillende klimaatzones. De kust die beschikt over mediterraan klimaat. Dat wil zeggen lange hete zomers en natte milde winters. En het binnenland heb je een landklimaat. Ook hier zijn de zomers warm, maar de winters zijn streng en je hebt zelfs kans op sneeuw. Nou, de munteenheid is de Albanese lek. Het is niet overal mogelijk in Albanië om te pinnen, dus het is het beste om wat cashgeld mee te nemen. Geld wisselen kan bij aankomst op de luchthaven. Het is in Albanië een heel stuk goedkoper dan in Nederland, dus rekenen op 20, 25 euro per dag aan uitgaven, aan maaltijden, drankjes en souvenirs, nou dan ben je er wel. Goed, de coronavoorwaarden had ik al gezegd. Als je nu bij ons boekt, hoef je nog niets aan te betalen. Je bent dus geen geld kwijt als de reis niet doorgaat. Het is overigens wel een definitieve boeking, geen optie. Dus gaat de reis wel door, is het ook de bedoeling dat je wel meegaat, uiteraard. Boek je tot en met 28 februari, dat is tot aanstaande zondag. Dan maak je kans op een reisfoutje te waarde van 50 euro. We verloten 3 reisfoutjes onder de snelle boekers. Dus 3 keer kans op 50 euro korting op je mooie favoriete fotoreis. Waar we ook altijd even op wijzen is, schrijf je vooral in voor de nieuwsbrief. We hebben heel veel interessante blogs over allerlei fotografieonderwerpen op onze website. We hebben soms gratis cursussen en dat soort dingen. Dat melden we altijd in onze nieuwsbrief. Daarnaast hebben we op onze website fotografiecursussen. Op dit moment liggen die even stil in verband met de corona. Maar we hopen dat we straks toch weer met een paar mensen, met kleine groepjes, buiten kunnen en weer wat workshops kunnen geven. En uiteraard staan er ook veel leuke reviews op onze website. We gaan zo nog even een paar vragen live beantwoorden. Maar heb je daarnaast nog andere vragen? Je kunt nu nog even vragen stellen. En anders stuur een mailtje naar ons. info@fotografie-reizen.nl. Wil je dat we je even terugbellen? Zet je telefoonnummer dan in de mail. En je kunt dus ook tot 10 uur vanavond nog bellen. Goed. Dat was de presentatie. Patrick, kun jij nog op wat vragen terugkomen? Ja, er staan wel interessante, leuke vragen tussen. Want ik zag bijvoorbeeld de vraag voorbij komen, hè, van joh, Albanië is een islamitisch land. Ja, de islamitische geloof is wel groot, alleen het is een heel erg gematigde vorm van moslim. Gebeuren. En ik kreeg ook de vraag van Tineke van, joh, moet ik dan ook als vrouw zijn rekening houden met de kleding? Nee, hoeft totaal niet. Ze doen het zelf namelijk ook niet. Ik sprak ook op een gegeven moment met een paar Albanezen en die zeiden gewoon van, ja, we kiezen gewoon de leuke dingen uit van het moslimgebeuren, van het islamgebeuren, wat wij interessant vinden. En de rest
ja, vergeten we. Dus het is een hele vrije vorm van ja, de islam. Dus geen enkel probleem qua kleding of dat soort dingen. Zolang je gewoon normale kleding hebt, korte broek is geen probleem. Zolang de billen er niet onderuit hangen, om het zo maar te noemen. Geen probleem. Ik zag ook de vraag van, oké, wat zijn de afstanden, reistijden? Zoals ik eerder aangaf, hè, de afstanden in Albanië zijn niet groot. Het is een land, ongeveer de helft van Nederland. Onze langste effectieve reisdag is om en nabij de 5 uur. Uiteraard doen we er langer over vanwege allerlei stops die we doen. Maar het geeft gewoon heel veel tijd dat je ook gewoon lekker kunt fotograferen. Dus echt hele lange afstanden, nee, dat valt reuze mee. Groot deel van de wegen overigens zijn ook prima te bereiden. Alleen met name de route, zoals een paar jaar terug was naar TED, die was nog echt slecht. Dan moesten we met 4x4's. Zover ik nu weet, wordt er dus aan de weg gewerkt. Alleen, ik weet nog niet, ik heb de informatie nog niet gekregen of die weg al klaar is. Dus of met ons eigen busje kunnen of met 4x4, dat weet ik niet. Maar voordat we vertrekken, weten we dat ongetwijfeld ook. Dus qua afstanden valt allemaal reuze mee, gelukkig. Harry die vroeg op een gegeven moment van, joh, kunnen we onderweg ook de bunkertjes fotograferen? Nou, ze zijn ondertussen op de foto ook voorbijgekomen bij het Gypenstrand. Er zijn op verschillende plekken, met name aan de kust, verschillende van dit soort bunkers. En ook bij de grenzen. Dus het is niet zo dat je overal in het land dit soort bunkertjes tegenkomt. Wel die Koude Oorlogbunkers, waar we er 2 van bezoeken. Alleen die kleine koepelbunkertjes, die zien we dus aan de kust bij Gypen. Is er nog meer qua vragen? Laatste vraag. Wat zijn redenen om de reis niet door te laten gaan? Als bijvoorbeeld een restaurant gesloten zijn, hoe gaan jullie hiermee om? Reden 1 voor ons is, als een land op oranje staat, gaan wij niet. Wij zijn officiële reisorganisaties, we houden ons netjes aan alle regels. Als de Nederlandse overheid, op dit moment staat de hele wereld op oranje, dan reizen wij dus niet. Dat is punt 1. Punt 2, als we zelf denken dat het niet veilig is in een land, als staat het misschien op geel, gaan we ook niet. En als restaurants dicht zijn en we kunnen nooit een maaltijd krijgen, zeg maar, dan gaan we ook niet. Dus ja, wij kijken heel goed. Wij willen het beste voor onze deelnemers. En wij kijken dus heel goed van tevoren van, kun je fatsoenlijk naar een land gaan? Als het niet kan, doen we het niet. Ja. Kijk, zouden we wel gaan als het code oranje is en er gebeurt iets en we kunnen niet terug? Dan hebben zowel jullie als wij echt een probleem. Dus wij kiezen ervoor om dat gewoon echt bewust niet te doen. En ik weet dat er fotografieorganisaties zijn die zeggen van, wauw, het kan best, we gaan toch. Dat zijn ook vaak fotografieorganisaties die sowieso al zelf geen verzekeringen hebben. Dus niet aangesloten zijn bijvoorbeeld bij de VVKR, SGTO, dat soort dingetjes. En op het moment dat er iets gebeurt en je kan niet terug, dan heb je gewoon echt een probleem. En dat risico willen wij gewoon echt absoluut niet lopen. Ik zag in de chat overigens ook nog een vraag, hè? Is het veel klimwerk? Nee, valt op zich mee. Het is alleen bepaalde plekken, als je naar het kasteel toe gaat bijvoorbeeld, dan moet je op een gegeven moment, ja, wel omhoog lopen, want die ruïnes, die liggen op een heuvel. Maar het is geen wedstrijd om snel boven te komen. We hebben alle tijd om rustig naar boven te gaan. Het is niet dat je urenlang alleen maar aan het klimmen bent. Het zijn geen hele, hele lange afstanden. Maar soms moet je even naar boven toe voor het uitzicht of om bij de ruïne te komen. Ook in TED overigens, als we daar wandelen. Hier en daar zijn wel korte klimmetjes, maar geen hele zware klimmen. Dus het is vooral echt wandelen. Wel de reden waarom dat we zeggen, we zorgen ervoor dat je goed schoeisel bij je hebt. Gewoon die grippen hebben, de paarden zijn onverhard. Dus goed schoeisel is wel belangrijk. En we wandelen dus nooit gigantische stukken echt achter elkaar. Dat we dus uren alleen maar wandelen. Het is echt een fotografiereis. Dus het kan zijn dat we over een stuk van, laten we zeggen, 3-4 kilometer... gewoon echt ook 3-4 uur doen. Bijvoorbeeld in TED.
Even kijken. De één persoon staan, dat is niet daar gevraagd. Ja, dus inderdaad mogelijk. Ja. En dan hebben we volgens mij alle openstaande vragen en alle vragen die er stonden beantwoord. Ik zie ook niks meer binnenkomen. Dus dan denk ik dat we hem gaan afsluiten. Dan hoop ik jullie zeker terug te zien in Albanië. Nogmaals, het is echt een prachtig land. Het is een onbekend land nog steeds. Met weinig toerisme. Dus zeker nu is de goede periode om naar Albanië te gaan, omdat het nog niet ontdekt is. Dus je ziet echt nog steeds het authentieke, mooie Albanië. Met de historie, cultuur, et cetera. Nogmaals bedankt dat jullie erbij waren. Hele fijne avond, blijf gezond. En ja, ik denk dat ik sommigen van jullie weer zie op de volgende presentatie morgen. Morgen gaan we geloof ik naar Madagaskar en Valencia. Valencia. Goed. Oké. Tot ziens.